Oost-Holland Sport nabeschouwing. Aan de lijn Sander Pol, trainer van Overwetering. Hij speelde met zijn ploeg vanmiddag tegen koploper AZC. En verloor met 2-1. Goedemiddag Sander. Goedemiddag Bert. Het was een nipte nederlaag. Was AZC de terechte winnaar vanmiddag? Ja, wat zou ik daarop zeggen? Is lastig te beoordelen. Maar als ik kijk naar de eerste helft waarop wij 1-0 voorkomen. En dan de kans hebben op open doel. Geen keeper op de goal. Waarin we hem overschieten vanaf 11 meter om op 2-0 te komen. En eigenlijk de aanval daarop de 1-1 ontstaat. Ja, dan is dat enorm zuur en vervelend. En ga je 1-1 de rust in plaats van 2-0. Dus dat is wel denk ik een belangrijk moment in de wedstrijd. Die voor ons uiteindelijk niet zo goed uitpakt. Ja, is het dan terecht dat AZC wint? Uiteindelijk, als je wint, dan kun je niet zeggen van dat het niet terecht is. Dus nee. moeten we het accepteren. En je hebt verloren, je hebt geen punten. En helaas heeft AZC dat wel. Mm-hmm. En moeten we weer door naar donderdag. Ja, precies. Want verbijt je je dan als trainer op de bank? Weet je, Bert, het lastige is dat je ook weet dat die speler dat niet expres doet. En dat die speler ook graag had gescoord en die 2-0 had binnen tikken. Dus is het absoluut geen verwijt naar hem. Maar het is gewoon echt zonde dat je in plaats van dat je op 2-0 voorkomt, dat je ook nog die 1-1 binnenkrijgt. En ja, dat maakt het dubbel zo zuur. En dan moet ik ook zeggen dat we de tweede helft heel goed en sterk begonnen. En AZC eigenlijk ook wel niet zozeer bij de keel hadden, maar wel het beter van het spel hadden. En dat eigenlijk uit het niets die 2-1 valt voor AZC. Ja, overigens een fantastisch doelpunt vanaf 20 meter in de kruising. Waarbij er geen druk van ons op de bal was. Te weinig in ieder geval. Hoe zit je dan op de bank? Ja, ik was gewoon, ik was echt ook, je kent me een beetje, gewoon echt wel boos, Maar dat mag ook, een trainer mag daar zeker zijn teleurstelling over hebben, maar je zegt het keurig, natuurlijk, er is geen enkele speler die voor open doel wil missen. Je wilt natuurlijk graag dat laatste zetje heel graag geven. En ja, des te zuurder is het dat bij de tegenstander zelfs een zonderschot, we hebben vanmiddag eerder vanmiddag ook een zonderschot gezien, ging er ook in. Maar dat zijn de dingen van het voetballen. Maar wat mij dan wel weer opvalt, is dat dan tussen de middenmoot en de koploper gewoon dus bijna geen verschil zit in niveau, in de wedstrijd. Je hebt grote delen van de wedstrijd heb je gewoon misschien wel gedomineerd. Ja, nee, goed, de eerste helft was wel een AZC-kant. Alleen, ja, goed, wij hadden ervoor gekozen. Het was ook het slechte veld om AZC het spel te laten maken. Zij moesten ook winnen om Robur bij te houden of over Robur heen te gaan. En ze kwamen niet tot kansen en wij kwamen wel tot kansen. In ieder geval de 1-0 vanuit een goede omschakelmoment. En nou ja, goed, dat was precies de tactiek. En uiteindelijk die 2-0 die erin zat, die we dan niet scoren. Hebben we dat gewoon goed uitgevoerd. Alleen helaas, die 1-1 was wel een historische fout achterin. Waardoor het dan wel tot die stand komt. En de tweede helft hebben we inderdaad, dat jij zegt, wel in ieder geval 20 minuten van die eerste tweede helft gedomineerd. Dus maar goed, helaas heeft dat niet geresulteerd tot een resultaat. Nee, precies. Maar goed, met dat goede gevoel kun je wel door naar donderdag richting KCVO. Nee, zeker. Alleen, ja, kijk, je staat nu op een dermate achterstand dat, dat je gewoon, als je kijkt naar de competitie, weet je, we voetballen allemaal voor ons plezier. En donderdag is weer gewoon een wedstrijd om gewoon weer lol te hebben in het spelletje. Maar goed, om echt mee te doen om die bovenste plekken met AZC en Robur en de mensen die erbij staan. Ja, moet je een dermate inhaalslag gaan maken dat wel vrij lastig is. Nou, je bent afhankelijk van andere teams natuurlijk. Hè? Maar goed, als je zou winnen van KCVO, dan kom je op 3 punten van ze. En dan sta je er ook alweer heel dichtbij bij die derde plaats.
He, dus dat het geeft altijd weer druk naar de bovenkant, zeg ik altijd. En die moeten maar weer zien te winnen. Hartsveld Boys gaat hetzelfde. Ja. Ik ben blij dat jij mij een beetje positief nieuws brengt vandaag, Bert. Dus daar gaan we uiteindelijk voor. Ah, zo ben ik. Natuurlijk, vandaag is het eventjes op z'n zachtst gezegd kloten. En morgen dan gaan we weer ons focussen op KCO. En dan gaan we daar proberen om inderdaad een positief resultaat te halen. Precies, zo is het. En dan weer richting zondag de volgende wedstrijd. Warnsveld, yes. Warnsveld. Volgende. En dat is ook een lekkere tegenstander, maar die staat gewoon net een plekje boven je. Nou, daarom. Dus we kunnen daarentegen ook wel weer goede zaken doen. Alleen deze moeten we even met elkaar even over hebben. En dan gaan we naar donderdag toe. Super. Ik wens je veel succes bij, Sander. En dank even voor je tijd voor vandaag. En graag gedaan, Bert. Op naar donderdag. En met een mooi resultaat hopelijk. Oké, dankjewel. Hey, tot ziens. Tot ziens. Hoi, hoi.